En dan, schoolreisjes. Voor ieder kind de dag waar je het hele jaar al naar uitkijkt. Toch is dat niet voor ieder kind een realiteit. Op de Sint Maartenschool, een basisschool voor speciaal onderwijs, hebben ze vandaag een bus gekregen om eindelijk met de kinderen uitjes te kunnen maken. Op de Sint Maartenschool in Nijmegen was het vandaag feest. De school heeft een schoolbus gekregen. Door de ligging van deze school bovenop een heuvel is het lastig om met de kinderen uitjes te gaan doen. De bus komt daarom goed van pas. Nou, wij merken, we zitten hier met deze school toch wat op een plek achteraf. En we vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen leren in de maatschappij. En dat leren in de maatschappij, dat kunnen we met de leerlingen met een motorische handicap, moeten we natuurlijk wel de maatschappij in kunnen gaan. En dat is best kostbaar als je steeds taxibussen moet huren voor een dag. De school heeft de bus gefinancierd door middel van sponsoringacties. En daar zijn ze maar altijd blij mee. Nou, wij zijn in contact gekomen met Bureau Saam. En zij kunnen eigenlijk, hun werk bestaat eruit dat ze de sponsoren en subsidies gaan zoeken om deze bus vergoed te krijgen en mogelijk te maken. Dat is heel veel werk, dat kunnen wij zelf niet. Want dat is heel veel contacten leggen, bellen, langsgaan bij bedrijven. En zij hebben dat voor ons gedaan, waardoor uiteindelijk het bedrag razendsnel bij elkaar gehaald was. En wij de bus konden gaan laten opmaken. Om hier vandaag te presenteren. Voor de leerlingen van de school is deze bus een goede uitkomst. De eerste plannen voor een uitje worden al gemaakt. Hey, hoe blij ben je met de bus? Heel blij! En wat gaan jullie allemaal ermee doen? Nou, tuintjes, misschien een uitje weg. Ik weet het niet. En waar kijk je zelf het meeste naar uit? Wat vind je nou zelf leuk om heel graag een keer met de bus te gaan doen? Nou, het tuintje waar we altijd bijna elke woensdag naartoe gaan. En kies je naar Efteling te gaan. Naar de Efteling? Zo, dat zou helemaal leuk zijn, hè? En dan de restaurant. Of zo. Volgens mij elke dag staat de bus helemaal volgepland. En er zijn schoolreisjes, maar het zijn ook uitstapjes naar supermarkt bijvoorbeeld om daar te leren wat bepaalde bedragen inhouden. Dus we gaan naar de schooltuinen waar we ook actief in zijn. Dus volgens mij staat die helemaal vol en wordt het alleen maar meer.